Voor de alledaagse urbanrijder die toch veilig op de motor willen zitten, heeft Alpine Stars de Alpine Stars Spartan uitgebracht. Ik ben Justin van Motor Cleaning Center en in deze video vertel ik jullie meer over de Alpine Stars Spartan beschikbaar op motorcleaningcenter.nl. De Alpine Stars Spartan is een jasje die je heel veel zult zien in en rondom de stad. Het is een textiel jasje en hij is helemaal zwart, wat een heel erg basic uiterlijk geeft, maar toch heel erg functioneel. Nou, de jas is volledig gemaakt van textiel. Er zit een waterwerende coating op, waardoor die waterafstoot is gemaakt, maar hou er even rekening mee, er zit geen membraan in, dus hij is niet volledig waterdicht. Daarom is deze jas heel erg goed geschikt voor het zomer en het voor- en het naseizoen met vooral de drogere dagen. Wel zit er een thermovoering in, dus mocht het wat frisser zijn, dan zou je er toch nog gewoon mee door kunnen rijden. Nou, natuurlijk is het textiel heel erg slijtvast, maar hij is niet alleen slijtvast. Ze hebben natuurlijk ook gedacht aan impactprotectie. Zo zien we de BioLite protectoren van Alpine Stars zowel op de schouders als op de ellebogen. Zijn level 1 goedgekeurd, ze ben je daar goed beschermd. En eventueel zouden de jas uit kunnen breiden met een level 2 goedgekeurde protector die je erachter zo in kan steken. Nou, de jas is aan de achterkant voorzien van grote ventilatieschachten. Dus wanneer je de jas aan de voorkant open hebt staan, kan je goed doorwaaien en kan de warme lucht aan de achterkant de jas weer verlaten. Nou, we zien ook dat de jas wat langer is aan de achterkant. Daardoor zul je nooit met een ontblote onderrug zitten op de motor. Hou er even rekening mee, het is een urban model en daarom is dit model niet voorzien van een connectierits, omdat je deze toch vaker zal dragen met bijvoorbeeld een casual spijkerbroek. Nou, hij is ook voorzien van veel reflectie op de achterkant, zo ben je dus ook in het drukke stadsverkeer s'avonds heel erg goed zichtbaar. Als laatste zien we aan de achterkant dat de kraag is afgewerkt met de neopreenlaagje, waardoor die comfortabel aan zal sluiten en nooit in de weg zal zitten. Zien we aan de onderkant dat je hem af kunt stellen met twee drukknopen. Nou, daarbij kun je de jas wat getailleerder maken en zal die nooit kunnen wapperen op de motor. Dan gaan we dan helemaal terug naar de voorkant. Dan zien we dat we hier ook nog een groot ventilatieschacht hebben. Dat is dus de ingaande ventilatie. En daarmee kun je de jas dus volledig door laten waaien. Ook op de mouw kunnen we de jas natuurlijk nog afstellen. We hebben twee drukknopen zitten en een soort stretchpaneeltje, waardoor je dus makkelijk kunt kiezen of dat je de handschoenen overheen wilt dragen of eronder door wilt laten lopen. Nou, ook is de jas voorzien van twee grote steekzakken. Daarmee kun je voldoende spullen in meenemen en zien we dat de rits hier aan de bovenkant is afgewerkt met een drukknoopje, waardoor die niet kan gaan wapperen. Nou, maken we die jas open en zien we hier als eerste watergoot, dus water dat er toch nog doorheen komt. Dat zal eerst door de watergoot af worden gevoerd en wel zien we hier, zoals we dat van Alpine Stars gewend zijn, de waterdichte steekzak, de Napoleon Pocket ook wel genaamd, waarin we spullen altijd waterdicht over kunnen brengen. We zien ook gelijk de thermovoering zitten. Nou, het is niet een hele dikke voering, dus wil je er echt in de winter mee rijden, zou dat eventueel wel kunnen, maar dan zou je er toch nog iets van een truitje onderaan moeten kunnen, dus dan zou je misschien net naar een maatje groter mogen, maar die is dus volledig uitneembaar en zien we hieronder meteen de meshliner die je in de zomer goed koel moet houden door je transpiratie af te kunnen voeren. Nou, zowel in de thermovoering als in de jas zelf hebben we nog grote steekzakken zitten, dus je hebt altijd genoeg ruimte om veel spulletjes mee te kunnen nemen. Nou, Niels hier is 1,90 meter lang, weegt ongeveer 83 kilo en draagt hij van de Spartan jas de maat large. Nou, zoals jullie kunnen zien, sluit hij bij Niels overal prima aan. Hij zit niet heel strak, maar het is natuurlijk een urban jasje, dus hij mag wel ietsjes losser zitten. Zou je graag nog een truitje onderaan willen kunnen dragen, dan zou hij misschien nog net een maatje groter mogen. Nou, zou je deze jas nou een keer willen komen bekijken, bestellen of passen, dan kan dat natuurlijk in een van onze winkels of simpelweg via de webshop. Zou je verder op de hoogte willen blijven van alles wat wij bij Motor Cleaning Center doen, volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond je deze video nuttig, klik dan op het duimpje omhoog en wil je weten wat voor jou de ideale maat motorjas is, blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motor Cleaning Center, bedankt voor het kijken.